hele goede morgen. Ja, het is vandaag weer dinsdag en het is de 24ste van de 7e 2018. Het is 10:41 en jullie zijn weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Ja, ja, er wordt weer post door de brievenbus gedaan. Nou, zij zit hier. Meneertje Jodokus die is buiten bezig. Er staat een fiets buiten, die is van mijn eenvoudige huishoudelijke hulp. En daar is mijn andere prinses, die is het water drinken. En dan gaan we even de post halen. Kijken voor wie dat is. De post. Alweer bevolkingsonderzoek, wat dat nou weer voor? Jeetje. Nou, kijk, de bevolkingsonderzoek. Nou, we zullen het beleven. Ja, nou, en ik heb weer een bakje koffie voor mijn neus. En ik heb een broodje voor mijn neus. Ik had gelijk wel of er, dat was eraf gebroken, ik zo mijn mond gedaan. Dus dat komt allemaal wel goed. Maar in ieder geval, we gaan er weer tegenaan. Ik krijg dus vandaag wederom bezoek van de vader van mijn schoonzoon Roderick. Dus ja, we zullen het beleven. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is prachtig mooi weer. Het is warm. Hoe warm is het hier buiten? Vanochtend was het 44 graden. Let wel, 44. Het is nou een graadje meer. 45. Dus ja, jou moet ik ook zo meteen nog behandelen. Hé, je staartje even weer insmeren. Krijg je kap weer om. Hij heeft vannacht zonder kap geslapen en dat is goed gegaan. Ja. Dus, maar als ik hem even gezalfd heb, moet hij weer even een uurtje zijn kap om. Anderhalf uur. Want dat moet even intrekken en hij moet het niet dragen slobberen, want dan haalt hij het er weer af. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan en ik zou zeggen tot later. Doei doei! Hey meisje. Hallo. Ja, lieve vrienden, Roderick zijn ouders, die zijn alweer weg. Ik heb niet gevlogd, nee, ik had er geen behoefte aan. Want, ik praat maar niet over, gaat een ander niks aan. Maar er is er nog eentje hier, en dat is Chrissy. Ja, die zit even op het toilet. Die gaat ook zo naar huis. Daar is mijn hondje. Die doet het weer aardig goed even. Met zijn kap net weer af. Tijdens het zware gesprek had hij zijn kap om. Zodat ik hem niet in de gaten hoefde te houden, maar nu kan ik hem in de gaten houden, dus ja. Heb je zijn kap weer af. En Chrissy die komt eraan. Die is even naar het toilet geweest. Ik heb meer bezoek gehad. Ja, die zijn ook alweer weg. Ook met een klein kindje erbij. Dus die had even wat troep gemaakt. Daar ben ik nou ook even wat opruimen. Even een schoteltje naar de keuken. Dat, nou ja, gelijk weer een afwas. Zoals jullie wel zien. Maar oké, ik kan de pret niet drukken. Daar hebben we de vaatwasser voor. Toch, Chrissy? Hallo, lieve mensen. Daar was ze weer. Ja, dat komt allemaal goed. Toch of niet dan? Ja. Zo klinkt dat toch? Kijk, en ik ben met een mooi nieuw plaatje bezig. Aha. En dan ben ik, heb ik dat hartje nog een keer geknipt. Ga ik nog een keer knippen aan het hartje. Maar dan het kleine hartje krijgt een ander kleurtje erbij. Het wordt een gifplaatje. Dan heb ik ook nog een ander programma erbij nodig. Dat is die openmaken. En dat is deze programma. Die heb ik erbij nodig. En dus... Lieve mensen, ik ga naar huis. Ik ga een hapje eten maken. Wat weet ik nog niet, maar het zal wel weer smullen worden.
Doei, doei. Doei, schat. Zie je later in de keten. Is goed, schat. Bye bye, Boefie. Die ligt lekker koel. Nou, koel, koel wil ik niet zeggen. Maar goed, ik vind het daar prima. Ja, daarom, schat. Nou, ik hoor je. Doei. Oh, ik hoor je, schat. Doei. Oké. Doeg, doeg. Doeg, doeg. Doei. Doei. Doei, doei. Ja, dat was ons hoop. Dat was onze Chrissy weer. Ja, mijn pootje. Mijn ene pootje van mijn ding. Hier ook. Kijk. Natuurlijk. Hij is kadoekie. Maar ik kan hem nog wel even indraaien weer. Ja. En dan kan hij gewoon wel weer staan. Dus hij gaat nog niet weg. Dat vind ik een beetje zonde. Maar oké. Ik ga even nog een bakje koffie maken voor mezelf. En ik ga eventjes tot rust komen. Want het was een drukke, zware dag. Want die man die komt met woorden aanzetten. Waar ik geen weet van heb, van waar heb je het over? Wat betekent dat? Vertaal dat dus naar het boeren-Nederlands, denk je dan? Maar dat, ja. Tut, hij is arts geweest. Ja, een heel moeilijk woord. Het heeft met kinderen te maken, maar... Kinderarts zeggen wij dan, maar hij had er weer een heel moeilijk woord voor. Ik weet het niet. Maar oké, doet er niet toe. Ik ben blij dat hij weer weg is. Het is een goede mensen, maar hij moet eens een keer niet in zijn tijd stil blijven staan. Maar dat doet hij wel. Hij is in zijn tijd blijven staan. Ken hij niks aan doen, moet me denken. Maar oké, geniet nog van jullie dag. Het is nog prachtig mooi weer. Ik ben dus vanmiddag niet de Juttersmarkt op geweest. Ik ben helemaal niet weg geweest. Ik zou wel weg, maar ja, je krijgt bezoek en die moet je ontvangen. En er kwam ook nog onverwacht bezoek bij. Dus ja, wie ben ik om de mensen weg te sturen? Nee. Morgen weer een dag. Ik had geen Juttersmarkt, maar ik ga morgenmiddag even de hort op. Ik moet even een mooie jurk, een lange mooie jurk, zien op te vouwen. Even voorzichtig in de vuilniszak, want iets anders heb ik niet om hem in te doen. En dan moet ik er even mee naar een hele lieve mevrouw. En dan moet ik kijken hoe en wat er gebeuren kan en wat het me gaat kosten met die jurk. Ja, want hij is me helaas te klein geworden. Ik ben een beetje uitgedijd. Kan ik ook niks aan doen. Maar we zullen even zien of die vermaakt kan worden. Gelukkig zit er een stoler bij van dezelfde stof. En als dat lukt, moet ik even weten wat het gaat kosten. En als dat gaat kosten, dan heb ik een mooie jurk klaar. Ja, ik heb hem aangehad. Zelf al. Ja, ik heb hem al aangehad. Dat ik met mijn geliefde mannetje voor de tweede keer eigenlijk trouwde. Dat we onze huwelijksgezegening kregen. Toen was het mijn trouwjurk. Ja. Voor de wet was ik in het wit, voor onze lieve heer was ik in het rood. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet alsjeblieft nog van die mooie dagen die we nog komen krijgen. Want voordat je het weet, zitten we straks weer met de kachel aan. Ja, en dan wordt het te koud, kun je je deur weer dicht doen. Nu, heerlijk genieten en niet gaan klagen over het is warm. Dan drink je maar wat meer en je moet je erop kleden. Ja. Er zijn ook mensen die vinden het schrikbarend als er een foto wordt gemaakt van een man die in zijn onderbroek staat. Die schoon en netjes is. Niks op aan te merken. Of je dat nou in een reclameboekje ziet staan, hè, voor herenonderbroeken. Of op een foto op Facebook van een lid van de groep. Zijn er mensen die erop klagen van... Haal die jachtelijke vieze smerige foto van Facebook weg. Ja, hallo. Of die nou in een zwembroek staat of in een onderbroek staat. Waar heb je het over? Je leeft in 2018. En niet in de jaren 50.
ook dus stil blijven staan. Zijn we even hard tegenin gegaan. Simpel. Maar oké, lieve vrienden, ik maak er weer even een einde eraan. Ik krijg al mijn arm. Ik heb nog een hoop te doen. En ik moet ook nog weer een vlog in elkaar zetten. Vergisteren, want die zit hier nog op. Die moet ik ook daar nog naar de computer brengen. Dus ja, lieve vrienden. Ik zeg tot later. Nou, zoals jullie kunnen zien, er zijn er nog twee van de vier aan het eten. Meneer die bij de deur ligt, die heeft ook al eten gehad. Nou, er is niet veel meer van over. Die was uitgegeten, die liet wat staan. Dat heb ik weer naar haar toe geschoven, terwijl ze al had gehad. En zij zit nog lekker te smallen van haar eigen boordje. En ik heb twee broodjes al klaar staan en de soepan die staat op, want daar heb ik lekker nog een stuk vlees in. Ik zal nog even te pruttelen zodat het heet kan worden. Ja, en dan ben ik nog niet aan de filmpjes toegekomen om die op de computer te zetten. Dus ja, het moet wel gedaan worden, want ik loop op achter. Ja, heel eind. Ja. Maar oké, kan er ook niks aan doen. Het is mooi weer. Kan er niks aan doen. Ik zit meer van het weer te genieten dan wat anders. En vandaag bezoek gehad. Kon je ook niet veel doen. Daardoor hoofdpijn gekregen. Kan je ook niks aan doen. Dus, en mijn bek af, ben leeg. Ja. Maar oké, ik ga verder hier ook. Mijn water heeft gekookt voor de koffie. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er nog van, zolang het kan. Doei, doei! Ja, lieve vrienden, het is 9 uur geweest. In de avond, dinsdagavond. Ja, en ik heb net de tuin gesproeid. Alles is weer fris. Ja, wel gedaan met de zon weg natuurlijk, hè? Ja, want dat moet wel. Dus nu is het straks even opruimen. En dan over 3 dagen weer, als we al geen regen krijgen. En anders hoop ik dat de regen zijn best doet. Nou, meisje toch. En dan ben je weer vol, hè? Ja, het is ook benauwd, schat. Voor jullie al helemaal, dat staat voor mij. Hé? Of andersom. Het is benauwd, ja. En vooral als je gewerkt heb, zoals ik nu net. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles wat jullie doen gaan. En ik zou zeggen, tot morgen. Ja. En een goede nachtrust. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei.